Dendeleer zit als gemeente gevrongen tussen het spoor en de Dender. Tussen stoom en stroom. Net zoals Nienhove en Aalst is Dendeleer ontstaan op linkeroever. Maar in tegenstelling tot de twee steden heeft ze zich steeds verder weggetrokken van de Dender. Weg van de bakermat en meer naar de sporen. Waar de veerman vroeger de mensen overzette van het jaagpad op rechteroever naar het centrum op linkeroever, vinden we vandaag sinds 2007 de Schipstrekkersbrug. Van waar komt de naam? Vroeger was de Dender een kronkelende rivier met een hoog verval tussen hoogwater en laagwater. Dat maakte het voor de schepen zeer moeilijk om te varen. Maar die werden geholpen door paarden en door mensen. De schiptrekkers trokken de schepen met koorden rond hun schouders en borst langs het jaagpad over de Dender. En dat was een helse karwei als je weet dat de schepen gevuld waren met grondstoffen uit Wallonië, zoals stenen, steenkool, hout en arduin. En het is hier in Dendeleeuw en vooral in de wijk Huizegem dat we veel schipstrekkers vonden, waar zij en hun hele familie in de branche werkten. Dendeleeuw is een eerder kleine Oost-Vlaamse gemeente. Toch vinden we hier het tweede grootste rangeerstation van de provincie. Aanvankelijk was het de bedoeling om in Aalst een groot rangeerstation op te richten. Maar de dure grondprijzen in Aalst deden de Société Anonyme Chemin de Fer de Dendre et Oise uitwijken naar Dendeleeuw. Vandaag herinnert de bakstenen watertoren nog steeds aan de tijd dat de stoomlocomotieven hier van steenkool en water werden voorzien. Voor het stationsgebouw deed de Société Anonyme beroep op Jean-Pierre Kluizenaar, de beroemde architect die quasi alle stationsgebouwen langs het Tenderland heeft opgericht. In tegenstelling tot Nienhove en Aalst heeft hij hier een plattelandstation opgericht. Een eerder bescheiden, maar fraai gebouw. Bijna had het gebouw de Eerste Wereldoorlog overleefd. Maar twee dagen voor de wapenstilstand werd het stationsgebouw en de tientallen wagons met Duitse munitie die hier bewaard werden, gebombardeerd. Na de oorlog werd het stationsgebouw heropgebouwd. Maar het stationsgebouw van Jean-Pierre Kluizenaar werd niet in ere hersteld.